Ik zit hier met Daan Stapel. En er is een bijzondere reeks bij jou aan de hand. Ja. Jij gaat naar Washington. Ja. Maar niet zomaar. Dat is omdat jij een diabetesziekte hebt. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Het is een auto-immuunziekte. En je krijgt het niet opeens door een... Ja, hoe zeg ik dat? Het is ineens. Je hebt het eigenlijk al je hele leven, maar het komt in één keer op. Hoe heb je ontdekt dat je suikerziekte had? Ik begon heel veel te drinken. Ik dronk binnen 5 minuten tot ongeveer 2 liter gewoon naar binnen. Zonder enige reden dat ik dorst had of zo. Ik begon gewoon in één keer te drinken. En heel veel plassen ook. Mijn opa heeft diabetes type 2. En er is type 1 en dat is de auto-immuunziekte. En type 2 is een soort van ouderdomssuikerziekte. En dat gaat om suiker. En type 1 gaat over koolhydraten. Die worden omgezet in suikers in je lichaam. Ik voelde me niet erg goed. En mijn opa had zo'n checkapparaat dat ik ook hier heb liggen. Ja. En mijn vader zei, check even. En toen zat ik op 25. Dus toen zijn we natuurlijk direct naar de huisarts gegaan. En die heeft ons doorgewezen naar het ziekenhuis. Oké. En daarna? Dan moet je de hele circus door. Dan moet je de ziekenhuis in. Ja. Allerlei testen. En nou is geconstateerd dat je diabetes hebt. Ja. En hoe ga je nou verder daarmee om? Je moet waarschijnlijk je bloedsuiker testen. Of hoe gaat dat? Ja, je moet 3 keer, 4 keer per dag je bloedsuikergehalte moet je checken. En als dat suikergehalte te hoog of te laag is, dan moet je bijspuiten. En insuline bijspuiten? Ja, insuline. En op het begin was ik allergisch voor verschillende soorten insuline. Dus toen zijn we overgegaan meteen naar de pomp, na 3 weken. Dat is een pomp? Ongeveer. Jij kan zelf kan stellen hoeveel insuline erbij moet? Ja. En ik was voor 1 insuline niet allergisch. En die insuline heet Novorapid. En die heb ik hier ook in zitten. En nu gaat het wel, want het is een soort van vervanging voor de alvleesklier. Die geen insuline meer aanmaakt. Nu heb jij, want je bent ambassadeur voor de JDRF. Wat moet je het allemaal voor doen? Allerlei acties? Of? Ja. Nou, ik plan ze niet, maar ze worden gepland. Alleen ik treed eraan toe. 13 juni wordt er een JDRF-walk gehouden. En daar ga ik ook naartoe. En dan ga ik proberen met een team zoveel geld mogelijk op te halen. En mensen kunnen doneren op de site JDRF-walk. Moet je gewoon even googlen als je dat wil. En in Utrecht moet ik een toespraak houden over hoe mijn leven is met diabetes, voor ongeveer 500 man, zoiets. En het mooie is nou dat je naar een conferentie mag in Washington. Ja. Vind je het leuk? Ja. Wat ga je daar doen? We gaan naar een heel groot congres. En daar moeten we met allemaal senatoren en allemaal heel belangrijke mensen praten. En dan moeten we geld binnenhalen. Ja. Dat is wat we daar gaan doen. En dat geld wordt weer gebruikt voor onderzoek? Ja. Hoe diabetes te bestrijden is, hoe te behandelen is. Ja, en ook hoe het gaat genezen. Ja. Want dat wordt wel een keer genezen. Ik hoop het wel. Ja. En voor jou ook. Merk je er veel van dat je diabetes hebt als jij een sporter bent of wat dan ook? Ja, je moet er wel echt constant op letten. Het is geen ziekte waar je pauze van kan nemen. Of ja, je moet elke dag sowieso checken en je moet spuiten. Anders kun je in het ziekenhuis belanden. Dat wil je natuurlijk ook niet. En met sporten, door sporten gaat je suikergehalte weer omlaag. Dus dan moet je iets bij eten. Je zit er altijd wel aan te denken. Ja. Ja. En dan moet je straks naar Amerika. Hoe is jouw Engels? Best wel goed. Ja? Ja. Dus dat is geen probleem zo? Nee. Hey, ik hoop dat je daar heel veel leert. Ja, dankjewel. Dat je daar een leuke tijd hebt. En uiteindelijk gaat het erom dat ook jouw bijdrage meehelpt om diabetes te voorkomen. Ja. Op te lossen. Succes daarbij. Dankjewel.